dames en heren. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Vandaag gaan wij lekker met de trein van Den Haag Centraal naar Dordrecht. En ja, dit gaat waarschijnlijk een van de laatste video's worden dat ik ook daadwerkelijk random tijd heb in het weekend. Want ik ga natuurlijk beginnen bij de opleiding, bij de RET. En ja, daar ga ik al mijn tijd in investeren. En dan is YouTube een tweede zaak voor mij. Maar ik hoop dat jullie er in ieder geval zin in hebben. We gaan vandaag de Intercity nemen naar Eindhoven Centraal. En vanaf Rotterdam Centraal verder met de Sprinter. En ja, hopelijk hebben jullie er zin in. Ramt ik sowieso keihard op de like-knop. Vergeet ook niet om abonneren te drukken en een comment achter te laten. En dan gaan we lekker beginnen. Let's freaking go. Aangekomen in natuurlijk de ICNG van NS en wij gaan deze nemen van Den Haag Centraal helemaal tot aan Rotterdam Centraal. En daarna gaan wij overstappen op de Sprinter naar Dordrecht. Of dat de ICNG steeds slechter aan het worden is. Je ziet het aan mijn gezicht. De zon schijnt recht op mijn bek, maar ik kan niet naar buiten kijken. Ook ondanks ik een zonnebril heb. Omdat je gewoon geen, hoe heet dat? Zonnescherm hebt. Gewoon typisch NS. Dingen besparen wat er niet te besparen valt. En ja, niet naar de klachten van de consumenten luisteren. Dat is het typische van de NS. Maar dat zijn we langzamerhand wel gewend, want anders hadden we ook niet de SNG gehad, hè. Dan komt dus net de conducteur voorbij, maar doet achter niet de deur van het toilet dicht. Dat is het level van conducteuren die er bij de NS rondlopen. Het is helaas triest om te zeggen, maar ik word binnenkort zelf een conducteur. Dus er valt enige standaarden te halen. En ik weet in ieder geval hoe je moet gedragen als een conducteur. Dat zal niet veel anders zijn bij de NS, omdat ze toch geen BOA's meer zijn. Dus je bent gewoon... En ach, iemand had het woord ervoor. Ik weet even het woord niet meer ervan, maar je bent in ieder geval een gastgever.
Nou ja, die man die net voorbij liep is alles behalve een gastgever. Maakt geen praatje met mensen. Doet geen eens nogmaals de deur van het toilet dicht. Valt normaal bij je taak in ieder geval om de trein netjes te houden. Welkom bij de Nederlandse Spoorwegen. Ik denk dat we dit ook wel in de video mogen meenemen. Er komt geen water uit. Top, dankjewel NS voor niks. Welkom bij de Nederlandse Spoorwegen, waar het toilet niet doet. Allebei de toiletten doen het niet. Top. En voor de mensen exclusief die dit nu kijken. Het lichtje staat in ieder geval op groen. Na de incompetentie van de conducteur ook te kunnen horen. We komen aan op Rotterdam Centraal. Hier ga ik natuurlijk lekker overstappen, want ik ga niet in een trein zitten waar allebei de toiletten van defect zijn en mij deze pijn nog verder aan laten doen. Maar het is best wel pijnlijk van de NS dat hun gewoon niet hun treinen verder genoeg onderhouden. En ik ken toevallig iemand die bij de NS werkt en die houdt hoog in belaag, voelt dat het druk genoeg is bij de onderhoudscentrales. Maar ja, van plaats treinen bijkopen, misschien een onderhoudscentrale erbij halen en het oude materieel langer laten rijden, waardoor de treinen veiliger zijn. Maar goed, dat kennen ze in het principe van Nederland niet. En dat is toch wel een stukje anders in Zwitserland en Duitsland. Want daar worden de treinen gewoon wel onderhouden. Rijden ook beter, veiliger en comfortabeler. Duitsland sowieso, omdat we in dat geval nog van Eschede in hun hoofd hebben. Maar ja, als je een frikandelbroodje gegeten heeft, raad ik je niet aan om in ICNG te gaan zitten. Omdat gewoon werkelijk waar de toiletten kapot zijn. Ik moet er wel om lachen, maar ik ken de standaarden van de rest van Europa. Die zijn een heel stuk beter en zelfs bij de SNCF doen de toiletten het gewoon altijd. Maar bij de SNG en Flirt zijn ze altijd kapot. Kwaliteit van de ICNG nogmaals. Nou, mijn review over de ICNG, duim omlaag. Slechter dan de F-foutdosten van de SBB. Maar goed, deze ICNG is defect. Allebei de toiletten doen het niet. En als je maar vast zit in de trein, denk ik dat Alstom wel in ieder geval een hele hoop kan verbeteren aan deze trein. Sowieso het principe van een dubbeldekker eens een keer opnieuw uitvinden, dat zou ook wel leuk zijn. Maar ja, ik heb er weinig vertrouwen in dat deze reis nog goed komt. Maar er valt u wat in ieder geval over te zeiken bij de Nederlandse spoorwegen. En ja, ik denk dat de kwaliteit voor zich spreekt in ieder geval. Bedankt voor het reizen met de NS. 10 minuten vertraging. Leuk mensen. Ik dacht ik word blind. Maar de NS heeft het werkelijk waar voor elkaar gekregen een trein schoon te krijgen. Mag in de krant in ieder geval. Goed, zoals jullie kunnen lezen. Hierboven zijn mijn trein om 16:18 binnenkomen. Echter, die trein is nog nergens te bekennen. Die rijdt nu pas binnen. Ook ronduit incompetentie. Het sprookje gaat eindelijk ten einde. Ik heb toch echt mijn handen kunnen wassen. Nu gaan we gauw door naar Dordrecht. Thank you.
Zo, en na een korte reis weer aangekomen in Dordrecht. En ja, we gaan hier lekker een einde van maken van de video. Dus mocht je er nou van genoten hebben, vergeet dan zeker even om het duimpje omhoog te branden. Vergeet dan ook niet om op abonneren te drukken. Dat kan je hier onderaan doen. En ja, zoals je kon zien, de meester, oftewel de machinist, had best wel vroeg de deuren open gedaan. Dat is altijd wel mooi. Dan kan je ook zien dat er ook nog degelijke machinisten zijn. Maar goed, ik dank je natuurlijk enorm voor het kijken. Mocht je ervan genoten hebben, nogmaals, ramt ik sowieso op die duim omhoog. Vergeet ook niet om op abonneren te klikken en een commentaar daar te laten. En nou, dan ga ik jullie de volgende keer zien bij een gloednieuwe vlog. Nogmaals, ik weet niet wanneer die gaat komen. Omdat ik met een opleiding ga beginnen. Dus ja, daar moet je dan gewoon maar even mee rekening houden. En nou, dan komt het voor de rest weer goed. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!